In een wereld waar een groot tekort is aan zorgpersoneel, zien we dat technologie en artificiële intelligentie steeds meer verweven raken met ons dagelijks leven en kansen geven om zorg anders te organiseren. Zo staat er in Amsterdam Zuidoost een innoverend Smart Health and Vitality Lab, wat zich richt op zorgtechnologie en artificiële intelligentie. Daar wordt de toekomst van de zorg niet alleen verkend, maar ook actief vormgegeven. Alex, een student fysiotherapie, werkt aan een onderzoeksproject dat ouderen ondersteunt met AI-gestuurde oplossingen in hun eigen leefomgeving. Hiervoor werkt ze samen met studenten van verschillende opleidingen, zoals ergotherapie, verpleegkunde en biomedische technologie. Greet, een bewoonster uit de wijk, helpt bij het testen van nieuwe technologie en verschillende AI-innovaties. Haar input is cruciaal, want dankzij haar worden de oplossingen empathisch en praktisch bruikbaar. Hier, in dit Smart Health and Vitality Lab, in de bibliotheek van de Gezondheidscampus, luisteren we naar de verhalen en naar de behoeften van burgers in een kwetsbare positie. Alex en haar medestudenten leren hier niet alleen over de techniek achter AI, maar vooral ook over de menselijke kant van de zorg en de toepassing hiervan in de praktijk. Dankzij en door dit soort samenwerkingen kunnen studenten zoals Alex technologie en AI ontwikkelen en toepassen die echt aansluit bij wat mensen nodig hebben in hun thuissituatie. Want ze kunnen samen onderzoeken wat het beste werkt. Dankzij de co-creatie tussen zorg, techniek en de doelgroep in het Smart Health and Vitality Lab wordt de toekomst van de zorg niet alleen besproken, maar vooral ook realiteit.